Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en, en geen financieel advies. We gaan kijken naar de grafieken natuurlijk. Nieuws gaan we bekijken. Het grootste hedgefonds ter wereld wil gaan instappen in Bitcoin en eventueel ook andere cryptocurrencies. Dus daar gaan we naar kijken. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het bel-icoontje te klikken. En pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. Dan wordt deze video ook nog gesponsord door Bybit. Je kunt hier een account aanmaken, je kunt hier traden, steken, NFT's, alles wat je eigenlijk wil in cryptocurrencies. En als je met mijn link een uh, account aanmaakt, krijg je 10 dollar voor niks. En je kunt dat krijgen als je een van de eerste 50 aanmeldingen bent. Je vindt de link natuurlijk onder in de video beschrijving en ook in de eerste comment. Goed, de werelds grootste hedgefonds, die wil dus Bitcoin en andere crypto's eventueel gaan toevoegen. Het is one hell of an invention. Al dus Ray Dalio. En dit is dus het grootste hedgefonds ter wereld. En zij willen dus binnenkort, ergens dit jaar, gaan investeren in cryptocurrencies. En dat is wel groot nieuws. Hij heeft al eerder aangegeven dat hij wat Bitcoin heeft. En ja, dit is gewoon iets wat uh, investeerders eigenlijk wereldwijd bekijken. In ieder geval ook zien. Dus... Ja, wellicht dat dit een boost kan geven in de koersen de komende tijden. Als we kijken naar de andere big boys: de BTC Purpose Bitcoin ETF, oftewel de Canadese ETF, omdat Amerika nog steeds niet een ETF wil goedkeuren, zien we dus eigenlijk. Dat ook hier weer een nieuwe all-time high is gemaakt aan bitcoins, dat daar staat. Dus het is al een stijgende lijn, natuurlijk. En dat heeft dus gisteren een nieuwe all-time high gemaakt. Dus de interesse onder de big boys lijkt er gewoon wel te zijn. En ook hier voor degenen die het nog niet hebben gezien: het is nog steeds een dalende lijn. En in de afgelopen weken hebben we dus gezien dat het aantal bitcoins op de beurzen flink is afgenomen en blijft afnemen. Mijn pet is in ieder geval bullish voorlopig. Beach Volleybal. De winnaars gaan dit jaar het prijzengeld uitgekeerd krijgen in bitcoin. Dus we zien bitcoin steeds meer in uh, sport verwoven op dit moment of de laatste maand eigenlijk. En ook nu zullen dus de winnaars hun bitcoin of tenminste hun trofee, hun, uh, hun prijs uitgekeerd, uit, uitgekeerd krijgen in bitcoin. Dus dat is top om te zien. Hoe meer we van dit soort dingen zien, hoe groter de adoptie natuurlijk voor bitcoin. Dan de grafieken S&P 500. Dus je kunt een Three White Soldiers hebben, je kunt een Hanging Man hebben en nog steeds kan de koers natuurlijk doorgaan. Een Hanging Man is geen garantie dat de koers zal terugtrekken. Een Weerstand is geen garantie dat de koers zal terugtrekken en dat zien we dus hier. Dus we zien vooral nog steeds kracht in de S&P 500, maar jullie weten inmiddels allemaal al als je maar een tijdje volgt, alles beweegt in de trend een pullback moeten komen en dat verwacht ik dus ook nog steeds en we zien dus dat Bitcoin niet meegeniet van de kracht van S&P 500 dus dat is jammer zul je natuurlijk wel weer zien dat als de S&P 500 naar beneden gaat dat Bitcoin wel meedoet en in het beste geval zouden we zelfs een mooie inverse head and shoulders kunnen gaan krijgen als nog richting deze neklijn komen op de 45 85 en dat zou eigenlijk ook wel mooi zijn mooie inverse head and shoulders om weer door te gaan naar boven. Dan Bitcoin. En als je aan de zijkant. Uh, of als je. zijn hier buiten weer bezig. Dus excuses voor de overlast als je dat hoort. Maar goed, Bitcoin. gisteren gewoonweg niet zoveel gedaan. Er was een mooie. groene pump. heeft uh, wel wat teruggegeven. En als je ook kijkt. dan zie je eigenlijk vooral. dat het wellicht gewoon een stoploshunt is geweest. Dus. de stoplossers die hierboven zaten. die zijn inmiddels geraakt. Um, maar goed, de daily het plaatje is gewoon niet veranderd. Er zijn uh, dezelfde dingen nog te zien. Deze symmetrische driehoek, die moet gaan uitbreken. De bovenste lijn of de onderste lijn natuurlijk. Het kan allebei nog. En ik zie in mijn uh, ooghoeken, wil ik zeggen, maar in de mail een uh, paar mailtjes gekregen. En vanuit andere kanten de vragen. Ik ben ingestapt, wat moet ik doen? Maar geduld is hier het devies, want we kunnen rustig ook gewoon dit doen jongens. En dan wil je er niet in zitten. Wacht op de uitbraak. En dat kan gewoon nog een paar dagen duren, misschien wel een paar weken, afhankelijk van hoe dit zal gaan. Dus Bitcoin, uitbraak, afwachten. Een vroeg signaal kan komen als het ergens naar boven of naar beneden uitbreekt voor de richting. En uh, de symmetrische driehoek, als deze naar boven uitbreekt, kan dat ook een, instap, een eerder instapmoment bieden voor deze grotere opwaartse driehoek. Lager timeframes, gisteren was er een uh, opwaartse driehoek te zien, maar die kan ook falen zoals. Uh, andere coins wel eens vaker doen. En dat zagen we dus ook hier. Opwaartse driehoek, maar die faalde dus. En wat we nu ook zien, potentieel op de week, is het volgende. We zien hier potentieel dus het uh, vormen van een rising wedge, wat een bearish um, structuur is. En de Technische target ligt in ieder geval op de 38.100. betekent dus niet dat we daar moeten komen, maar dat dat in ieder geval de technische target is. Het volume is ook aan het afnemen en dat past wel bij de rising wedge. In validatie ligt als we boven de 43.300 ongeveer komen. En als we dat ook komen, dan kunnen we ook vrij snel doorgaan in richting de 45.5 tot 46, wat dus de bovenkant is van de dagelijks opwaartse driehoek. Nogmaals, het even afwachten wat hier ook gaat gebeuren en of je dus een pullback krijgt naar beneden. Wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk ook een gratis kennismakingscursus doen om te kijken wat traden is, hoe je dat allemaal zelf kunt doen. En als je meer wilt leren, kun je natuurlijk de volledige cursus doen, zodat je ook zelf mooie analyses kunt maken. Deel 2, hefboom traden, andere tools om een betere trader te worden. En als je meer updates over de dag heen wil van cryptocurrencies en andere dingen, dan kun je de premium discord groep joinen. Dan de grafiek van Ethereum. Ook hier dus nog steeds die grotere gele driehoek. En wat ik gisteren zei is, we willen die 3000 dollar, die willen we breken en support maken voor een uh, voortzetting van de bulls. Maar dat is nu, uh, dat heeft gefaald. En ook hier zien we dus dat we potentieel weer binnen de grotere symmetrische driehoek in het geel kunnen komen. Want ook hier zien we een rising wedge ontstaan, wat een bearish patroon is. Dus uitbraak, hertest. Door naar de technische target 2815 Maar ik zou ook zeker een deel vasthouden. Eh, want we zouden ook dieper kunnen zakken. BNB, dus de verzoekjes van de Crypto Insiders. Maandag, woensdag en donderdag kunnen de Crypto Insiders members stemmen op de altcoins die ik behandel in hun Discord groep. Niet in mijn Premium Discord groep. En op dinsdag neem ik het van alle kijkers mee. BNB, 21 maart deelde ik deze al dat we hier potentieel een kap en handel zouden kunnen gaan zien. En die lijkt nu te willen gaan falen helaas. Dus uitbraak. Hertest en nu, ja, zakt het er eigenlijk doorheen. Dus dat betekent geen trade ook geen verlies, maar ook uh, is het kijken wat we nu dus gaan vormen. En als we iets verder uitzoomen voor BNB, is het ook hier eigenlijk gewoon consolidatie. En net als bij Ethereum lijkt dat dus te willen falen. Komen we weer binnen die symmetrische driehoek. En we zien dus hier ook potentieel een ascending broadening wedge hier in het geel. Deze twee gele lijnen. Ook dit is een bearish patroon. Technische target ligt hier op de 3.62, maar dat betekent dus nogmaals niet dat we daar moeten komen. Er ligt nog wat support hier rond de 3.85 in ieder geval. En dat zou dan ook de boven, tenminste niet de bovenkant de uh, support kunnen vinden hier op deze uh, opwaartse lijn van de grotere symmetrische driehoek. Hoe dan ook, bearish uitbraak hertest en dan kun je die shorten. Even kijken, BNB en dan de volgende is Rune. Even kijken, Rune, Rune, Rune. En voor Rune. Zien we dus, als we even uitzoomen naar de wekelijkse, ja, zien we dus toch gewoon een hele mooie stijging. Ook op, op oplopend volume, dus dat is ook heel sterk. En er is wel een wik op de candlestick van vorige week. Het suggereert dat we iets meer rood kunnen zien. Uh, afwijzing hier ook op de 50-wekelijkse moving average. We zijn de vorige week ook ondergesloten, dus het zou wellicht de top kunnen zijn. We zijn sinds de vorige analyse toch net iets verder doorgeschoten dan dat ik had verwacht. Maar het lijkt erop dat nu die pullback kan gaan beginnen. Um, ook hier op de dagelijkse veel shooting star type candlesticks. Veel lange wiks op de bovenkant en die suggereren meer downside. En dit is wat ik ook net deelde in de premium discord groep. We zien hier ook potentieel een head and shoulders vormen. Deze heeft een technische target van de $7,12. dollar En ook dat zou eigenlijk een prima pullback zijn uh, na de eerdere support. Die eigenlijk al een aantal keren support of weerstand is geweest. Het zal net onder de 0,302 liggen. Dus dat betekent dat we daar geen bull flag voor hoeveel te verwachten, ligt een beetje aan hoe de candlesticks zich zullen gaan vormen. Eerst volgende support zit in ieder geval op de 784 en de technische target ligt dus op 7, wat zei ik nou net, uh, even kijken, de 712 voor de Head and Shoulders. Hoe dan ook, er is heel veel ruimte om hier een higher low te vormen ten opzichte van de vorige low. Dus hier hebben we een low, een high en er is dus heel veel ruimte hier om een higher low te vormen en ook dus de Uptrend te kunnen voortzetten voor Roon. En het is niet de mooiste, maar je zou kunnen zeggen dat dit een kleine fake-out is en dat we hier wellicht alsnog een inverse head and shot gaan krijgen, maar dat is nog even afwachten. Dus dat voor RUNE. Ik verwacht uh, dat de koersen verder omhoog kunnen gaan. Alleen is nu de pullback gaande. En de vraag is, hoe diep zal die zijn? Als we hier rond die 0,32 kunnen komen, ja, dan zal het een bullflag kunnen gaan vormen. Gaan we dieper naar de 0,5 of de golden pocket, dan is consolidatie het meest waarschijnlijke. En dan zal het gewoon nog even langer duren. Dus dat voor RUNE in ieder geval. En als laatste gaan we kijken naar XRP, de Ripple Fanboys. Dus wat we hier eigenlijk vooral zien is, nogmaals, we zitten nog steeds in deze grote gele symmetrische driehoek. Deze eerdere symmetrische driehoek is naar boven gebroken. hertest, bounce omhoog. Maar we zien dus dat de weerstand ligt hier op die 85 cent en daar wil de koers maar niet overheen komen. Het is er net overheen gekomen hier, uh, stoplossers geraakt, door naar beneden. En als we verder inzoomen, wat dan kunnen we kunnen op de korte termijn verwachten... Dat is deze opwaarts, dit opwaarts kanaal. En deze breken over het algemeen dus naar beneden uit. En bij een uitbraak naar beneden kijk ik in ieder geval naar de 79 cent als een eerste target. En een tweede target op de 77 cent. En we zien hier dus ook dat de 200 moving average op de 4 uur. Die is langzaam omhoog aan het bewegen. Dus dat zal dan een support kunnen bieden. En overal is het voor XRP nog even afwachten. De rechtszaak eh, wordt steeds positiever, geloof ik. En als dat zo doorgaat, dan, en ze winnen ook, dan zul je in een keer een hele dikke pump krijgen. En deze grotere symmetrische driehoek, de technische target daarvan, ligt in ieder geval op de 2,21 dollar. Goed, dat was het voor deze video. Ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.